Massale hulpactie voor slachtoffers in Marokko komen op gang. Ook in Nijmegen worden de handen uit de mouwen gestoken. Door het hele land wordt er van alles gedaan om Marokko te helpen sinds de aardbeving, die veel slachtoffers met zich mee heeft gebracht. Dankzij twee ondernemende jonge Marokkaanse vrouwen, Shema en Yousra, kunnen ook in Nijmegen spullen gedoneerd worden. Ze hebben in samenwerking met de Abu Bakr Moskee een inzameling gestart. We zagen op verschillende social media kanalen zoals Facebook dat er vraag was waar er een inzamelpunt in Nijmegen en of omgeving is. En toen zijn wij eigenlijk met het idee gekomen om hier een verzamelpunt op te starten. En om deze uiteindelijk door te sturen naar een grotere inzamelpunt. Die ook voor transport heeft gezorgd. Wat zamelen jullie dan in? Wij hebben er uitsluitend voor gekozen om hygiënische producten in te zamelen. Zoals bijvoorbeeld maandverband, zeepjes, tandpasta. Ook medische spullen zoals paracetamol of verbanden, pleisters. En daarnaast ook kampeerproducten zoals bijvoorbeeld tenten, luchtbedden, zaklampen, batterijen voor zaklampen. We hebben ervoor gekozen om geen kleding in te zamelen, wegens hygiënische voorschriften. En ook om geen gelddonatie op te starten. Vooral vanuit familie en vrienden. Die hebben het ook weer met hun naasten gedeeld en met hun vrienden. Daarna zijn we ook fysiek gaan flyeren en hebben ook local support ontvangen. Zoals verschillende eethuizen hier in Nijmegen, zoals Sheriff Baba, Ziafet. Komen door Nijmegen. Ongeveer een half jaar geleden is er ook een aardbeving plaatsgevonden in Turkije. En zij hebben destijds ook heel veel ingezameld. En we hebben ook super veel steun daaraan gehad, omdat zij ons tips gaven van hey, jullie kunnen ook dit doen, jullie kunnen het op deze manier doen, jullie kunnen zulke mensen benaderen. Of spullen die zij over hadden van de inzameling destijds, zoals letterlijk heel veel verhuisdozen. Ja, die mochten we allemaal overnemen van hun. Dus zij waren wel echt een van de eerste die ons hadden bericht van hey, we kunnen jullie op deze manier helpen. Want dat brengt toch wel de samenhorigheid tussen twee culturen, om het even zo te zeggen, samen. Tot wanneer kunnen mensen spullen bij jullie inleveren? Voor nu hebben we gepland om tot en met vrijdag 15 september 8 uur 's avonds door te gaan. Wij willen graag van het weekend de spullen zelf ook kunnen afleveren in het Gooi. Dus tot nu toe staat de planning nog op vrijdag. Okay. Nou, nog heel veel succes. Heel veel Hartelijk succes deze dank. Week. In het water langs de Waalkade in Nijmegen is woensdagochtend een overleden persoon aangetroffen. Het stoffelijk overschot werd rond 22:30 gezien en vervolgens door de hulpdiensten uit het water gehaald. Rond de plek van de fonds zijn witte schermen geplaatst. De politie onderzoekt de identiteit van de doden en ook de doodsoorzaak. De politie heeft 3 personen opgepakt in verband met een fonds van zwaar illegaal vuurwerk in een woning in Groesbeek. De bewoners van circa 10 woningen aan de Hermendaalseweg moesten na de vonst urenlang het huis uit. De politie kwam het vuurwerk maandagavond op het spoor in een groot onderzoek. In datzelfde onderzoek werd ook illegaal vuurwerk gevonden op Urk. De aangehouden personen zijn een inwoner van Groesbeek en een minderjarige jongen en een man van Urk. En dan kijken we weer even naar de berichten op de sociale media. De politie in Nijmegen heeft een foto verspreid van een dame. Ze willen graag weten wie zij is, omdat ze verdacht wordt van oplichting. Wie meer weet, mag zich melden en dat kan via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. En de gemeente Beuningen brandt een kaarsje voor alle slachtoffers, getroffenen en hulpverleners in gebieden die getroffen zijn door natuurgeweld. Wereldwijd zijn er deze zomer overstromingen, bosbranden en aardbevingen geweest. De gemeente zegt dat die beelden in het nieuws hen zeer heeft geraakt. Ja, dan het weer. De warmte is inmiddels toch echt het land uit. Inmiddels hebben we weer een beetje normale temperaturen. Na een natte start vanochtend was het vandaag toch nog een droge dag bij een graad of 20. Vanavond en vannacht gaat het flink afkoelen. Ook morgen start de dag fris met zo'n 7 graden. Daarna krijgen we weer een droge dag met af en toe wat zon, wat lichte bewolking en toch een mooie 21 graden.
De dagen na klimt de temperatuur weer iets omhoog met 24 graden op vrijdag en 26 op zaterdag. Aan het eind van het weekend neemt de kans op een bui weer toe en gaan we vervolgens weer een wisselvallige nieuwe week tegemoet. En tot zover het RN7 regio nieuws van woensdag 13 september. Het laatste nieuws uit de regio vind je op onze website rn7.nl en in onze gratis RN7 app. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan!